moeten Nederlandse beursgenoteerde bedrijven nog meer worden beschermd tegen vijandige overnames en activistische aandeelhouders? Of is het wetsvoorstel wettelijke bedenktijd eigenlijk overbodig? Daarover praat ik met Henk Arnolds Seinja. Van harte welkom, Henk Arnold. Pril begonnen bij DLA Piper. Wat is er zo mooi in de advocatuur? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, want ik heb nooit iets anders gedaan. Had je al als klein jochie dat je rondliep en zei, hey, ik wil advocaat worden? Nee, dat niet. Ik ben rechten gaan doen omdat ik eigenlijk niks anders kon. Ja. En ik wilde altijd manager worden in het bedrijfsleven. Oh ja, manager. Ja. Maar ik ben de studie zo ontzettend leuk gaan vinden. Ik heb ook een stage gelopen in de advocatuur. En dacht, dit is wat ik wil. Maar wel altijd in het ondernemingsrecht. Hè, waar we dit onderwerp natuurlijk ook in het kader van ondernemingsrecht. Dat heb ik altijd beoefend. Transactiepraktijk. En het is elke dag is anders. Ook al is het kuntje soms hetzelfde. Elke dag is weer anders. Kom je uit een ondernemende familie of zo? Wat heb je met ondernemerschap? Ik kom niet uit een ondernemersfamilie of iets dergelijks. Maar ik ben altijd heel erg geïnteresseerd geweest in de maatschappij, de economie en dergelijke, politiek. En dan kom je vaak genoeg in aanraking met ondernemerschap. Ik ken wel wat ondernemers binnen mijn vriendenkring. Ja. Maar de advocatuur specifiek. Ik heb weinig vrienden die ook advocaat zijn. Ja, dat is misschien maar beter. De vraag is natuurlijk of een advocaat wel een goede vriend kan zijn. Maar... Ja, weet ik niet. Altijd handig. Ja. Mooi volk ondernemers. Daar gaan we het over hebben. Wat ik ook nog wel leuk, even voordat we dan het onderwerp induiken. Net begonnen bij DLA Piper. Wat is je keuze geweest om voor DLA Piper te kiezen? Wat vind je zo boeiend aan dit bureau? Het enthousiasme en de gedrevenheid waarmee de mensen die bij DLA werken hun beroep uitoefenen. Dat enthousiasme wat ik zelf heel erg heb in mijn vak, dat vond ik en dat tref ik bij DLA ook aan. Het is een ontzettend leuke groep van mensen die het maximale uit hun professie willen halen. Ja. En dat met veel enthousiasme en samenwerkingsgerichtheid doen. En dat waren voor mij echt onderscheidende factoren die mij naar DLA hebben getrokken. Naar je vak, de advocatuur. Dan met name naar het wetsvoorstel wettelijke bedenktijd. Voor de mensen die nu zitten te kijken, denken, oké, ik heb er wel iets over gelezen, maar wat is het precies? Ja. Wat is het precies? Het is symboolwetgeving, in mijn optiek. Maar daar komen we nog over te spreken. Ja. Het is een wetsvoorstel dat is ingediend door het kabinet. Kort nadat we de overnamepogingen hebben gehad van Unilever en Akzo Nobel 1 à 2 jaar geleden. Ja. In de samenleving en ook in de politiek in het bijzonder heerste toen de opvatting dat Nederland zijn kroonjuwelen aan het verkopen was. Zoals jullie, zoals je weet, Unilever werd benaderd door Kraft Heinz, ja, met een vijandelijk overnamebod. En vlak daarna, dezelfde periode ongeveer, deed PPG, de Amerikaanse verfproducent, wereldleider, ook deed een aanbod, een vijandelijk bod op Akzo Nobel. Wat is de definitie van vijandelijk? Een vijandelijk is een bod door een koper voor een onderneming die niet wenst te worden overgenomen. Beursvennootschappen. Dus je hebt een maar wie bepaalt dat niet wenselijk is? Dat is het bestuur van de onderneming, van de beursonderneming. Oké, okay. En daar zit misschien meteen de spanning, denk ik. Want jij zegt de politiek is hiermee gekomen. Maar eigenlijk zijn het ook twee bestuurders geweest die hier een beetje, tenminste Jan Hombe en meneer Wakkie, die hier ook wel een beetje aangeduwd hebben, toch? Ja, maar vanuit hun professie en ervaring. Ja. Ik denk dat de context van waar het met de Nederlandse kroonjuwelen naartoe gaat. Ja. Maar de primaire verantwoordelijkheid en die ook bepaalt of een overnamepoging vijandig is of gewenst, ja, dat ligt echt bij het bestuur van de beursonderneming zelf. Ja. En dan heb je dus over het bestuur van Unilever, Paul Polman en Akzo Nobel. Dus dat die bepalen, die definiëren in feite of het in casu een vriendelijke overname is. En dan zeggen ze, nee, dat willen we niet. Mm-hmm. Nou, dan doen ze dat toch niet? Ja, en dat is nou juist waarom het hier wat gecompliceerder is. Want het zijn beursvennootschappen. Ah. En de directies, het bestuur van Unilever en Akzo Nobel zijn niet de eigenaren van de onderneming. Dus zij beslissen niet of een Unilever wordt verkocht of Akzo Nobel. Dat zijn de aandeelhouders. Ja. En de aandeelhouders, dat zijn er ontzettend veel. En die kunnen ook wereldwijd zitten. En dat is in het kader van deze discussie ook relevant om te weten dat de aandelen van Nederlandse beursvennootschappen, die bevinden zich voor meer dan 80%
in niet-Nederlandse handen, in buitenlandse handen. Dus eigenlijk zijn we al lang. In feite zijn onze kroonjuwelen al lang. In feite, als je. 80%, ja? Ja, meer dan 80% is al in buitenlandse handen. Mm. En dan denk je aan internationale beleggingsfondsen, pensioenmaatschappijen, hedge funds, private equity en dergelijke. Maar dat is al buitenlands. Maar die beslissen, dat zijn degenen die uiteindelijk een bod krijgen van een PPG of Kraft Heinz om hun aandelen aan hen over te verkopen. En de directie van Unilever, het bestuur van Unilever en de raad van commissaris van Unilever en Akzo Nobel kunnen wel een advies uitbrengen. Maar het is uiteindelijk de aandeelhouder die beslist. Dus het is de aandeelhouder van Unilever of van Akzo Nobel die zegt, nou, ik vind het wel een goed bod, mooie prijs, ik verkoop mijn aandelen. Klinkt goed, zeg ik dan. What's the problem? Zo worden bedrijven toch zo'n beetje gerund, of niet? Zeker. Ja. Dit klinkt wel heel Amerikaans wat je nu zegt, maar... Ja, ik ben maar een kleine ondernemer en daar werkt het zo. Ja, nee, daar werkt... Dus ik zoek even de verschillen. Nou, kijk, dit is... in beginsel is natuurlijk de directie. Het bestuur is degene die weet wat goed is voor de onderneming. En in Nederland... Met name op de lange termijn ook. Precies. Ja. In Nederland is de heersende opvatting over wat goed ondernemingsbestuur is... Is dat het ondernemingsbestuur moet denken en handelen in het belang van de onderneming. En het handelen in het belang van de onderneming is rekening houden met alle stakeholders. En alle stakeholders zijn niet alle shareholders, maar stakeholders. Ja. Een veel bredere groep van belanghebbenden. Ja. En het doel moet gericht zijn op het voortbestaan van de onderneming op de langere termijn. Waarbij op de langere termijn waarde wordt gecreëerd. Dus het perspectief... Als je de strategie van de onderneming in perspectief plaatst... dan moet dat gericht zijn op de lange termijn waardecreatie. Ook voor aandeelhouders. En in dat handelen moet het bestuur dus rekening houden... met natuurlijk het aandeelhoudersbelang. Dus als het bod goed is voor de aandeelhouders, natuurlijk. Maar de onderneming heeft ook duizenden... als we het hebben over deze beursfondsen, duizenden werknemers. Ja. Productiefaciliteiten. Heeft een band met de samenleving als geheel. Ja. Dus moet ook rekening houden met de werknemersbelangen. Ja. Met crediteuren, afnemers, de financiers, de banken. Dus de directie kijkt niet uitsluitend naar de prijs die wordt geboden voor het aandeel. Snap ik. Alle belangen in. Maar wat lost die wet dan op? Nou, die wet die lost het volgende op. Want in ons basismodel waarbij we klinkt heel Nederlands trouwens. Jij noemt mij Amerikaans, maar die wet klinkt heel Nederlands. Ja, die wet gaan we lekker 250 dagen polderen. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, die wet kan niet Nederlands. Ja. Vanuit dat perspectief. Ja. Wat die wet oplost is eigenlijk dat die in feite... wat we net bespraken, PPG doet een bod... Zegt ik betaal zoveel voor het aandeel Akzo Nobel en aandeelhouders verkoop maar aan mij. Klaar. Directie kan, het bestuur zegt of ze het een goed bod vinden of niet. Ja. Maar de aandeelhouder beslist. Het eerste wat een overnemer zou doen, dus PPG, is het bestuur wisselen. Dat één ding. Dus die zal onmiddellijk een aandeelhoudersvergadering gaan uitschrijven en zeggen, nou goed, we willen het bestuur vervangen door onze eigen mensen, andere mensen. En dat is ook noodzakelijk om daadwerkelijk zeggenschap te krijgen. Want het feit dat je alleen maar aandelen verkrijgt... dan ben je wel de eigenaar, hè? Maar heb je nog geen zeggenschap. Want het bestuur heeft al die bevoegdheden. Dus je wil het bestuur wisselen. Deze wet die schorst het recht van aandeelhouders... om het bestuur te wijzigen voor 250 dagen. En dat betekent dat het zittende bestuur... En de Raad van Commissaris. Maar ze kunnen wel de aandelen kopen. Dat kan wel. Ja, dat kan in beginsel wel. Ja, dat kan wel. Dat wordt niet tegengehouden door deze wet. Deze wet die schorst uitsluitend dat recht op om wijzigingen te effectueren in het bestuur en in de Raad van Commissaris. Oh, dat was mij nog niet helemaal duidelijk. Ja. Oh, maar dat is toch uitstel van executie dan? Dat is uitstel van executie. Zo, ik bedoel, als ze het recht vanaf willen, dan kunnen ze... Oké, dat is 250 dagen, kan veel gebeuren. Maar daarna kunnen ze gewipt worden. Ja, ja, ja. Maar moet je voorstellen dat je dus een Akzo Nobel voor 15 miljard, 20 miljard overneemt. En Unilever nog meer. Ja, ja. Tientallen miljarden overneemt. En dat geld, dat zit daar 250 dagen zonder dat je... zeggenschap hebt over wat ermee gebeurt. Ja, dat is ook weer zo. Dat trekt wel een hele grote wissel op degene. Ja, zo had ik ook. Complex gebeuren is dit toch weer. Als we eens kijken naar de voor- en de tegenstanders... Hè, wat is de argumentatie die gebruikt wordt voor de pro's en de cons? Ja. Nou, de pro's is heel erg het in de Nederlandse samenleving... en de politiek levende klimaat van... we moeten onze kroonjuwelen niet verkopen. Hè. De BV Nederland mag niet verkocht worden... en mag niet overgaan in buitenlandse handen. Het rationele argument is, we moeten zorgen voor behoud van werkgelegenheid.
Wat een de short-termism, korte termijn motivaties van een hedge fund, ja, activistische aandeelhouders, vijandelijke overnemers zijn, die zijn niet in het belang van de onderneming. We moeten kijken naar het lange termijn perspectief. Mm. Dus de rol van werkgever, dus VNO-NCW zal waarschijnlijk wel voorstander zijn. Voor ja, de, absoluut. Ja, ja, ook. Ja, gun de directeur, het bestuur en de raad van commissarissen de rust om daadwerkelijk naar de motivaties te kijken, om alternatieven te zoeken, hè, om een antwoord voor te bereiden en op die manier uiteindelijk tot een gebalanceerde uitkomst te komen die goed is voor de onderneming. Dus dit wetsvoorstel in de optiek van de voorstanders is uitsluitend daar om rust te creëren en het bestuur en commissaris de tijd te geven om heel wel overwogen te reageren. Dus het wetsvoorstel schiet zo'n vijandelijke poging niet af. Mm. Dat niet. Zal uiteindelijk, precies wat je zegt, zal het uiteindelijk niet tegenhouden. Mm-hmm. Maar het creëert rust. De tegenstanders zeggen dat het in feite een verstoring van de markt is. En dat er te veel macht bij het bestuur van de onderneming komt en de Raad van Commissarissen om vijandelijke overnamepogingen of strategiewijzigingen wanneer het een activistische aandeelhouder betreft, hè, want het richt zich ook daartegen, ook tegen een activistische aandeelhouder, om die tegen te houden, wat niet altijd goed is voor de onderneming zelf, als je het hebt over waardecreatie en dergelijke. En dat er dus te veel macht wordt onttrokken aan de aandeelhouders, wat fundamenteel onjuist is, omdat de aandeelhouder is de kapitaalverschaffer. Ja. En degene die, hè, degene die betaalt, bepaalt. En dus zou de aandeelhouder meer te zeggen moeten Hoe heet het? En ik kan me ook nog voorstellen dat de casus natuurlijk volledig anders kan worden. Dat bedoel je, ik stap in, of dan nou van ja, ik heb een beetje moeite met het woord vijandelijk, maar whatever. Mm-hmm. Het klinkt zoals kwade bedoelingen, klinkt het heel erg. Ja. Goed. Maar goed, anyway, dat wil ik. Maar en dan moet ik, ja, 250, dat zijn lichtjaren vooruit. Dan kan natuurlijk de hele situatie. Dus je creëert ook tijd waarin ik me voorstel dat die ik niet wil, want ik wil die deal closen. Exact. Ja. Klopt. Ja, nee, absoluut. Dat is natuurlijk het grote probleem. Het is echt een middel dat een vijandige overnamepoging of een activistische aandeelhouder echt af kan brengen van zijn misschien wel goed bedoelde intenties. Ja. Hè, en misschien wel een goed bod, wat uiteindelijk ook in het belang van de onderneming is. En wat vind jij? Mag je dat niet zeggen als jurist? Jazeker. Jawel? Ja, ik heb daar geen moeite mee. Nee, fijn. daar hou ik van. Vertel. Zolang het niet over familierecht gaat, wil ik best wel te zeggen wat ik hiervan vind. Vertel eens. Ik vind dat als we kijken naar de checks en balances die we op dit moment al in ons ondernemingsrecht hebben, dus enerzijds de macht van de aandeelhouder versus de macht van bestuur en commissarissen anderzijds, dat al gebalanceerd genoeg is. Ik denk dat een bestuur en raad van commissaris al genoeg middelen hebben om zich terdege voor te bereiden op een bod of een activistische aandeelhouder, om de dialoog aan te gaan met alle partijen, om alternatieven te onderzoeken en dergelijke. Dus in mijn optiek is dit vooral symboolwetgeving om als regering of kabinet of als politiek naar de samenleving te laten zien: zie hier, wij doen wel degelijk alles om de BV Nederland te beschermen, terwijl er al genoeg middelen aan de besturen en raden van commissarissen openstaan om de onderneming te beschermen. We hebben al heel veel vennootschappen bijvoorbeeld hebben al beschermingsconstructies. De Stichting Continuïteit. Er is een vijandige bieder of er is een activistische aandeelhouder. Dan heeft de beursvennootschap de mogelijkheid om aandelen, preferente aandelen uit te geven aan een gerelateerde stichting, de Stichting Continuïteit, met onafhankelijke bestuurders daarin. Ja, precies. Waardoor de vijandige bieder wordt verwaterd of de activistische aandeelhouder wordt verwaterd en daarmee wordt zijn zeggenschap al tekort gedaan. We hebben in de Corporate Governance Code hebben we de zogenaamde responstijd. Die is 180 dagen. Precies, nou, tijd genoeg, zeg ik. En dat is een half jaar, dus dat is ook al een lange tijd. En die geeft het bestuur en de Raad van Commissarissen de mogelijkheid om het recht van aandeelhouders om een bepaald onderwerp, bijvoorbeeld tot wijziging van het bestuur, of een ander onderwerp als gevolg waarvan de strategie van de onderneming kan worden gewijzigd, om dat te schorsen met 180 dagen. Mm. Nou, dat is ook al een sterk middel om een vijandige bieder of een activistische aandeelhouder op afstand te houden. Dus er is genoeg instrumentarium om het gewoon op een goede manier te doen. In mijn optiek zeker. En jij zegt, het is eigenlijk riekt het een beetje naar symboolpolitiek, zeg jij. Ja. Bedoel je daarmee dat zij willen laten zien dat wij
niet alleen goed zorgen voor onze kroonjuwelen, maar ook garant staan voor zaken als werkgelegenheid en zo? Ja, kijk, ik denk... Want moeten ze, laat ik zeggen, moeten ze daar dan, als ze dat echt menen, zouden ze eerder kunnen zeggen, hey, overname prima, maar dan willen we wel gewoon een deal dat het qua werkgelegenheid gewoon snor zit. Is dat niet wat ze dan feitelijk zouden... Nou, dat is een ontzettend goed punt. Want natuurlijk is werkgelegenheid belangrijk. En er is niemand die wil dat een onderneming na de overname volledig gestript wordt of dat de productie wordt verplaatst en dergelijke. Precies. Maar het is uiteindelijk één. Dat soort aspecten, dat wordt al heel erg meegenomen in de huidige praktijk. Okay. Dus een bestuur zal altijd al die aspecten overwegen. En ook een vijandige bieder die weet dat zijn bod uiteindelijk alleen maar echt kans van slagen heeft als die aandacht besteedt aan het werkgelegenheidsargument en aandacht besteedt aan de research en development faciliteiten. Die neemt dat mee in zijn bod. Want het is ook aardig dat je zegt, ja, een vijandig bod, dat klinkt zo alsof het slechte intenties zijn. Ja, en ik begin daar steeds harder over te twijfelen tijdens dit gesprek. Denk, wat is er nou nog vijandelijk aan? Nou ja, de enige... Behalve dat de bestuurders het niet zint. Dat is het. Dat is het want vaak is een vijandig bod... Een bieder die zal in eerste instantie altijd vriendelijk proberen. En die zal idealiter ook willen dat de onderneming, het bestuur, dat die het bestuur meekrijgt. Ja. En vandaar dat ze met elkaar moeten praten. En dat moet onder de huidige stand van zaken, moeten ze ook met elkaar gaan praten. En dat heb je, ik denk dat het wel aardig is. Een voorbeeld uit het verleden is Staples, wat vroeger Corporate Express was. Corporate Express was Noord-Nederlands. Toen kwam Staples, aanvankelijk was dat een vijandig bod. Mm-hmm. Partijen gaan met elkaar praten. En het bod wordt zodanig aangepast, kan in prijsverhoging liggen en dergelijke, maar kunnen ook andere factoren zijn, dat het alsnog het bestuur van de beursonderneming meekrijgt. Dat is al de bestaande praktijk. Maar werkgelegenheid is belangrijk. De bottom line is echter dat het gaat om de economie. Wordt een onderneming zodanig gedreven dat er waardecreatie is, dat er werkgelegenheid groeit? En je kunt een Nederlandse onderneming wel willen beschermen tot en met, maar als het in het economisch verkeer ook niet meekomt, gaat hij uiteindelijk ook kapot. En hoeveel werkgelegenheid maak je dan kapot? En tot slot, dat is een hele gekke gedachte. Die loopt al een paar jaar mee rond. En dan heb ik eindelijk een gast gevonden die genoeg expertise heeft om daar eens een zinnig antwoord op te geven. Als ze nou eens die hele beurs afschaffen. Dit is een heel infantiel idee, hè? Dus het is ook niet reëel. Ja. Maar dan zouden we dit... Want weet je, het is natuurlijk zo dat bedrijven... Weet je, ik begon ermee, je noemde me toen heel Amerikaans. Maar het is natuurlijk zo dat er heel veel leken inderdaad kijken. Ja, jongens, de aandeelhouders die bepalen hoe het gebeurt. Maar je bent natuurlijk aan de goden overgeleverd. Je weet dat als je beursgenoteerd gaat worden, it's all in the game. Dus je kan ook die hele handel afschaffen. Ja, nou, ik ben daar... fel tegenstander van om een aantal redenen. De eerste reden is dat... I'm out of a job. Ja. Dat is ook lullig. maar dat is natuurlijk niet relevant. Maar, persoonlijk wel. Kijk, de beurs, zeker ook Euronext Amsterdam, vervult nog steeds een ontzettend belangrijke functie om ondernemingen aan kapitaal te helpen. Er zijn een bepaalde levenscycli tijdens de duur van de onderneming. En je begint met venture capital, bankfinancieringen en dergelijke. Maar je hebt op een gegeven moment zoveel kapitaal nodig, dat gaan geen bankje meer lenen, bij wijze van spreken. Of een syndicaat van banken. Dus daar moet je een platform voor hebben. En daar moet je een platform voor hebben. En de beurs is nog steeds een ideaal platform om aanbod van geld en de vraag naar geld op een goedkope en efficiënte manier bij elkaar te brengen. De spanning, want Euronext is ook tegen deze wet, neem ik aan. Die zal wel wat minder positief in zitten. Ook zeer kritisch, ja. Dus de spanning die laten we dan de nuance opzoeken. Tot slot, de spanning die je vaak wel ziet is, en dat is ook de kern van deze discussie, denk ik, is dat lange termijn continuïteit van een onderneming versus het korte termijn gewin van de aandeelhouder. Ja. Die er eigenlijk alleen in zit van jongens, kopen, verkopen, geld verdienen. En boeit me echt. Dat zien we ook aan de waardebepalingen van bedrijven. Die houden natuurlijk niet direct verband met hoe het met bedrijf gaat, zeg maar. Ja, precies. Dus het is een soort gokmarkt, zeg maar. Ja. Kun je daar nog dingen in aanpassen vanuit jouw perspectief, waardoor dat wat beter in bal, zonder zo'n misschien dan deze wet? Ja, nou, ik denk dat ontzettend belangrijk is transparantie. Hm. Dus dat een onderneming, hoe meer transparantie er is over een onderneming, dat in ieder geval beter bijdraagt aan een goede koers, waardeverhouding bij wijze van spreken. Transparantie in hoe het gaat. Dat als er dingen te melden zijn, dat die tijdig naar buiten gaan. Dat er als er transacties worden aangegaan met gerelateerde partijen, dat daar meer over gepubliceerd wordt en dergelijke. Want de markt, de kapitaalverschaffer, moet echt vertrouwen hebben in de onderneming en hoe het gaat. En ik denk dat... en je moet ook heel erg duidelijk zijn, ook als onderneming,
Over wat je doet en ook over je governance structuur. Ik vind een Elon Musk daar wel verfrissend in als het gaat om een nieuwe stijl om dat te doen. Ja, maar dat is nou net niet de goede stijl. Hij creëert weer heel erg verwarring met zijn... hij is iets te enthousiast. Dat is weer te transparant. Dat is, hij is daar iets te enthousiast. Dus een soort balans daartussen. Exact, want hij misleidt de markt misschien weer. Dat moet ook niet. Nou ja, als hij aankondigt dat hij een financier heeft gevonden. Ja, wat niet zo is. Ja, wat dan niet zo blijkt te zijn, dan creëer je heel veel onrust in de markt. Dus dat is iets te enthousiast. Iets te enthousiaste transparantie. Ja, dus een wat nuchtere transparantie, maar wel meer transparantie. Ja, zeker. Ook over de governance structuur. Want dit soort regelingen, daar wil ik wel mee ophouden, maar dit compliceert de governance structuur, het geheel van checks en balances van Nederlandse beursondernemingen. Ja. En erg moeilijk uit te leggen aan buitenlandse investeerders. Ja. Het is niet goed voor het investeringsklimaat in Nederland. Gaat die er komen? Ik denk het wel. Ik denk het. Ik ben heel benieuwd wat men gaat doen, het kabinet gaat doen met de consultatieronde die is geweest onlangs. En waarin door vanuit diverse partijen behoorlijk kritisch is gereageerd. Wij zijn wel erg goed in Nederland met steeds meer regeltjes. Hè? Ja. Moeten we niet doen. Zeker niet. Helder, dank voor je betoog. Graag gedaan. En dankjewel voor het kijken namens DLA Piper. En wil je de hele serie gesprekken zien die ik hier samen met DLA Piper heb gemaakt, dan kun je op CVD-TV kijken. Of als je de podcast wil beluisteren onderweg, ga dan naar iTunes of naar Spotify. Zoek op DLA en je kan alle video's zien. Voor nu, dankjewel voor het kijken. Hoi.